Welkom in het Koken met Kennis Koekjes College. Ik ga je in 4 video's uitleggen hoe je koekjes bakt. En in de eerste video ga ik aandacht besteden aan alle tools die je nodig hebt. In een tweede video vertel ik alles over ingrediënten om koekjes te bakken. Dan heb ik een video die ik wijd aan de verschillende methoden die je kan gebruiken om het beslag of het deeg te maken voor koekjes. En in de laatste video laat ik je zien hoe je de koekjes portioneert en hoe je ze afbakt in de oven. Ik begin met de introductie van de hoofdpersonen in deze 4 video's. En dat zijn zandkoekjes, spritsen en lange vingers. Hele normale koekjes eigenlijk, maar elk koekje staat voor een specifieke methode. En als je die methodes goed in je vingers hebt, ja, dan kan je een legio aan koekjes gaan maken. Oké, eerst de tools. Ik begin bij het afwegen van de ingrediënten. Ja, mijn voorkeur is gewoon een goede weegschaal gebruiken. Je kan ook met cups werken. Heel veel Amerikaanse recepten werken daarmee. Ik vind dat voor zware ingrediënten zoals suiker is dat prima. Maar voor bloem bijvoorbeeld, de ene bloem is veel compacter dan de ander. Dus als je dat met een cup weegt, ja, er kan echt zomaar 10 tot 20 gram verschil in zitten in een cup. Alle droge ingrediënten even zeven om klontjes te voorkomen. Maatbeker, absolute noodzaak voor het afmeten van vloeistoffen. En ook nog eens heel handig om je spuitzak in te zetten als je hem gaat vullen. Dan, heel belangrijk, voordat je aan de slag gaat, eerst even alles netjes afmeten in bakjes, zodat het klaar staat. En dan ga je mengen. Nou, hoe doen we dat mengen? Het is een beetje afhankelijk van het type koekje wat je maakt. Luchtige koekjes maak je in een staande mixer. Of met een handmixer, kan natuurlijk ook. Groot voordeel van die staande mixer is ook dat je de keuze hebt tussen een garde en een bisschop. En die twee maken wel het verschil. Met een garde krijg je grote luchtbellen en met een bisschop krijg je veel fijnere luchtbellen. Wel lucht, maar fijner lucht. En dat verschilt heel erg in de textuur van je koekjes. Het deeg voor zandkoekjes, waar je koude boter in verwerkt, kan je het beste maken in een keukenmachine met de messen. Nou, als je deeg klaar is en uit de machine komt, ja, dan moet het teruggekoeld worden. En dat doe je door het even te wikkelen in plastic folie en in de koeling te leggen. Nou, als het deeg is teruggekoeld, dan moet het geportioneerd worden. Nou, daarvoor heb je of een mes nodig en een snijplank. Of je gebruikt een koekjespistool, koekjespers, ook heel handig. Laat ik je in de derde video zien hoe dit werkt. Je kan koekjes uitsteken. Ik heb hier allerlei vormpjes. Als je een roldeeg hebt, steek je ze uit. Je kan koekjes ook spuiten. Nou, daar heb je een spuitzak voor nodig. Dit zijn wegwerpspuitzakken. Spuitmondjes heb je daarvoor nodig. Nou, dat zijn eigenlijk een beetje de verschillende mogelijkheden om koekjes te vormen. Vervolgens willen we die koekjes afbakken. Nou, daar heb je een bakplaat voor nodig natuurlijk. En als je die bakplaat gaat kopen, let er dan op dat je een dikke bakplaat neemt. Die houdt de hitte goed vast. Niet heel donker, want dat absorbeert de hitte, verbranden ze snel. En niet reflecterend, want reflecterende bakplaten reflecteren de hitte. Dus dit is eigenlijk perfect om te bakken. Bakpapier, heel belangrijk om te voorkomen dat je koekjes aanbakken op de plaat. En wat je nodig hebt is een koelrek. Als de koekjes uit de oven komen, even je koekjes meteen op een koelrek. Kan de lucht er van onderen bij en dan koelen ze snel terug. Dit is wat je nodig hebt om koekjes te kunnen gaan bakken. In de volgende video leg ik je alles uit over ingrediënten. Vond je deze video leuk? Like hem dan. Wil je meer koken met kennis? Subscribe.